Welkom bij weer een nieuwe video van Irma Knol. Irma Knol, dat ben ik. En ik loop vandaag in de regen. Ik heb geen paraplu bij me en ik ben niet alleen. Ik ben samen met Esther. Hallo. Heb jij paraplu? Ook niet. Ook niet. Heel erg. We lopen heel gauw door. Oh, het is heel ellendig. We lopen wel in dat mooie Breda. We gaan daar in het park misschien onder de boom een beetje of zo. Ja, precies. Nou, goed. Oké. Paraplu, kom. Nee, dat gaat niet. Zo snel mogelijk. We gaan rennen. Ja, we gaan rennen. We gaan lunchen. En ik kom natuurlijk wel vaker in Breda. En ik vind het altijd leuk, maar het is iedere keer nog mooi weer geweest. Dit zijn we niet gewend. Ik wist niet dat het ook kon regenen in Breda. Nee, helaas. Ja. We gaan lunchen. We gaan wat leuks bespreken. Ja. Dat komt nog. Maar ik heb wel een beetje trek. Want ja, van Assen naar Breda is al 3 uur met de trein. Dus ik heb trek. We gaan ervoor. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Zullen we bij Bobby's Bar, waar we wel eens eerder zijn geweest? Oh ja, dat was leuk. Dat was leuk, hè? Ja. Oh, mijn hele bril die allemaal druppels. We komen daar als verzopen katten aan waarschijnlijk zo. Nou, glamour life. Glamour life, in de regen. Ik zet gauw de camera uit, want anders wordt hij ook nog gekletst. Lunch, zin in. Heel klein stukje lopen is het. Kijk, Esther loopt al naar binnen. Daar gaat ze al. En we gaan lekker wat eten. Nou, we zitten en we hebben lunch. En niet zomaar lunch, want ik heb heerlijk een pacho. En wat heb jij ook alweer? Wat heb jij? Avocado met gepocheerd in. Oh ja. Heel gezond. Heel gezond. Behalve de hele pesten. Ik heb carpaccio. Oh, dat is lekker. Nou, ik weet niet hoe jij de lunch vond, Esther. Ja, heel lekker. Ik vond hem super lekker. Ik vond hem echt super lekker. Het was een tijdje geleden dat ik carpaccio had gehad. En ja, het was lekker. En jij had je avocado natuurlijk? Ja, ik had avocado. Er zat wel een beetje veel pesto op. Ik dacht net nog allemaal pesto tussen mijn tanden, maar ik heb het even gefixt in het toilet. Ja, het moest even gefixt worden. We gaan verder op weg. Ja, verder door de stad. Breda in. En we gaan lekker shoppen. Yes. En ik wil wel even vertellen, ik heb daar een hele leuke samenwerking mee. Want het is, ik zal het even laten zien, Miss Etam. En deze is dan in Breda, zoals ik al zei, want daar loop ik natuurlijk. En het leuke is, daar hebben ze een enorme leuke actie, want de tweede broek is met 30% korting. Oh, maar dat vind ik leuk. Ik hou hiervan. Ja, zojuist. Echt iets voor jou. Ja, dat is mijn ding. Maar ik vind die trouwens ook wel leuk. Dat ruitje. Ja. Nou, ga kijken. Nou, we zijn binnen en het is best een hele diepe winkel. Ik zie hem al. Oh god, Esther ziet haar jurk. Nou, ik ga kijken hoor. Oh ja. Ik vind deze leuk. Ja. Het is een Esther jurk. Ja, ja toch? Ja, absoluut. Ja. Hallo, dat ben ik. Ik denk dat ik wel een paar dingen zie. Ik denk het niet alleen, ik weet het zeker. Die ik ga passen. Ik sta in de paskamer en ik heb wat items meegenomen. Dus ik ga nu even passen. Geef ik Esther even de camera, want ik kan het even mooi in beeld brengen. Oh, volgens mij wordt het heel leuk wat Irma aan heeft. En weet je, mental be, weet je wat hier toevallig ging? Ja, het is echt niet opgezet, maar dit hing hier echt, die jurk, in mijn maat. Dus die ga ik straks even scoren. Oh, Irma, je hebt dat aan! Nou, laat zien. Oh, gaaf! Hoe vind je het? Heel leuk. Ik heb deze schoentjes bij. Dat vind ik heel erg leuk. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen plattenschoenen bij. En ik vind dit wel leuk. Ja, dit is heel chic, zeg maar. Even kijken of ik je goed in beeld heb. Ja, zo heb ik je. Heb je hem goed? Ja, zo heb ik je helemaal in beeld. Ik vind hem. Ja. Ja, want het is van het stretch. Wat dacht je hiervan? Oh, is ook geschikt voor mij. Is iedereen geschikt? Oh ja, dit is ook leuk. Toch? Ja, ik vind dit eigenlijk nog meer zoals jij eigenlijk altijd al gekleed gaat ook. Heel stoer. Ja, ik vind dit gaaf. Ja, ik ben hier echt heel leuk man verliefd op. Ja. Dit is iets wat ik echt bewust heb uitgekozen dat ik nooit zou uitkiezen. Nee, en hoe vind je het nou staan? Ik vind deze kleuren verrassend mooi staan. Ja, ik vind het ook een mooie kleuren. Ik wist niets, ik heb niets, helemaal niets van deze kleuren. Er komen echt warme kleuren ook weer in, zoals groen, nou, een beetje roestachtig. Mokka komt ook binnenkort echt in onze collectie, dus dat zijn echt de warme kleuren voor het najaar. Ik had dit echt nooit zo uitgekozen, nou ik het aan heb. Ja, ik vind het cool, het maakt ook echt wel, het is best wel dat jasje maakt het chic, maar omdat je zo'n best wel echt een eigen look hebt, vind ik dat het ook echt meteen wat stoerder wordt. Dus dat, is echt, dat staat echt heel tof. Ik vind de broek heel mooi. Ik heb mijn nagels als een biesje. Ja, het past er helemaal bij. Dit past er helemaal bij. Het wel helemaal matching. Ik ben wel blij dat dit heel rustig is en dan mag dit drukker zijn. Dat vind ik dan ook alweer heel fijn. Oh, dit vind ik uitdaging hoor. Ja, ik vind je wel staan hoor. Ja, het staat je echt wel. Ja. Vind jij dat ik dit aan kan? Laat hieronder even een reactie achter. Ik ben echt heel benieuwd. Want ik twijfel, en ik weet dat bij twijfel moet je niet doen, maar ik twijfel nu niet omdat ik denk van, vind ik het mooi of niet mooi, maar of ik het durf of het bij me vind passen. Dat verhaal. Kan ik dit hebben? Ja of nee? Laat me weten. Ik ben wel heel benieuwd wat Gert erover zegt. Gert, moet een reactie achter? Ja, Gert moet ook even reageren. Doet hij dat? Reageert hij vaak? Nee, zeker niet. Nee. Nou, jou persoonlijk natuurlijk. En ook met broek, want als je zelf voor een nieuwe broek gaat, waar let je dan op? Allereerst of je lekker zit. Ja. Dat is echt nummer 1. En natuurlijk weet je dat niet, dus waar ik het allereerste doe is dat ik een beetje kijk naar de pasvorm. Ja. Niet heel strak, maar wel... dit is wel een beetje mijn model, maar ik heb ook wel met wijd. Ja. Maar ik merk wel dat ik die minder aandoe dan dit model. Dit is wel meer dat ik zo hop, hop, hop. Ja. Dus dat vind ik, daar let ik op. Nou, de kleur natuurlijk en dan de doorslag is altijd, zit die lekker of niet. Ja, dat is belangrijk. Ja. Dat is bij mij echt, maar ja, dat vind ik sowieso een voorwaarde. Ook voor een jurk en je moet je er lekker in voelen. Ja, dat is... en ik voel me hier heel lekker in. Nou, wat wel het leuke is aan deze jurk inderdaad, als je het met een bikerboot, zoals je nu aan hebt, dan heb je ook meteen een wat stoerder effect. Ja. Dit is een lengte die ik never nog nooit heb gehad. Dan kan je een beetje zelf zo en dan zit hij iets... Ja, dan valt hij veel mooier. Het is goed dat jij erbij bent. Dus net weer, zou ik ook niet aan gedacht hebben. Ja, heel goed bijna uit. Als even aankleden. Je hebt nog helemaal je naam niet gezegd voor de kijkers. Ik ben allebei jongens. Hallo. We zijn heel blij dat Irma vandaag in onze ding kon passen. Dus superleuk. Ja, maar ik vind het heel leuk. Irma is zo van passen. Ik ga nu ook echt even mijn jurk. Ik heb zoveel leuke dingen gezien, maar deze moet echt even geprobeerd worden tussendoor. Sorry. Ik heb trouwens een jurk aan nu, maar die moet even een maatje groter. Dit is eigenlijk geen volledige blouse, maar gewoon een kraagje. Zit er tot... Zit dat raar of voelt het niet? Zit tot aan de borst toch, als het goed is. Hier tot hier of tot daar. Het valt ook helemaal niet op. Het valt niet op en het zit hier iets met elastiek. Ja. Ik zal het zo wel even laten zien. Oké. Ja, die broek is leuk zeg. Hoe zit die? Is die comfortabel? Nee. Ja? Kijk maar, dit zit weer. Hij zit ook lekker hoog. Ja, heel goed. Ja, die kleur kan je goed. Ik zou dat niet zo snel aandurven, zo'n broek zelf. Dus dit is echt een kleur die ook goed bij het najaar past. Ja. Want je had hem ook in zwart, zag ik. Ja, niet in het andere model. Ja, blauw. Oh, oké. Het is iets gewaagder. Vandaar die actie. Ja. Zeker. Als een broek fijn zit, ik denk nou, ik wil een tweede, dan shop ik die met de kort. Nou, ik heb meer mijn gewone kleren aan. En Irma doet nog 1 keer aan het setje wat ze het allerleukste vindt, toch Irma? Ja. Ik ben heel benieuwd. Wat zal het worden? Wat zal het worden, de favoriet? Ja, ik ben benieuwd wat het is. Ja, dit is echt mijn favoriet. Ja, die is echt gaaf hè. Als ik moet kiezen... Wat is een favoriet? Ik vind ze echt alles leuk. Ik denk dat het minst leuk is dan inderdaad de jurk pas minst bij me. Inpakken en wegwezen. Wat ik nog even laat zien. Ik had net die trui aan, dan had ik dit eronder en toen vertelde ik dat het tot hier komt. Kijk, dit is zo. Oh ja, dus het valt net onder, zodat je ook niet de randjes ziet of zo. Precies, en hier zit elastiek. Zo. En zit dat lekker? Gewoon, voel je dat of niet? Je voelt er niets van. Nee? Nee, serieus niet. Ik ben helemaal geslaagd. En Esther is ook geslaagd, alleen jij moest hem even bestellen hè? Ja, hij komt morgen. Dus ik ga hem... ik weet niet of ik het morgen red, maar van het weekend erop gaan. Maar dan loop ik hier en dan zie ik ineens wat op mijn deur staan. En toen dacht ik, dat moet natuurlijk wel gevlogd worden. Oh, nou zie ik het! De ordinaire knol in een jasje. Ja, maar ik had deze nog niet gezien in Breda. Ik vind hem leuk. Ja, ik vind hem leuk. Superleuk. We hebben een rondje gemaakt. Ja, we zijn weer terug. Ja, we zijn weer terug. Ik ga zo meteen met de trein, denk ik, hè? Ja, het is al snel. De tijd gaat snel. Oh man, echt wel. Nou, maar het is niet koud, het regent weer een beetje. Maar geeft niks. Af en toe zo'n winkel in en dan een beetje het herfstgevoel. Ach ja. De herfst komt er nog helemaal in. Het is niet anders. Het is vandaag woensdag en ik krijg zometeen bezoek. Ik krijg niet zomaar bezoek van twee mensen die ik verder nog niet ken, maar zometeen ga leren kennen. Want volgens mij staan ze zo voor de deur. Ze zijn van Beeld en Geluid in Hilversum en ik ga een interview met ze doen. Of tenminste, ik word geïnterviewd. En ik vertelde net van, zijn het nou mannen of vrouwen? Maar het zijn twee vrouwen. Dus gezellig, kom erin. Ik ga even een kopje koffie zetten, want ja, iedereen die weet inmiddels wel, als je maar regelmatig kijkt, koffie kan ik niet zonder, dus ik ga iets lekker koffie zetten. En dat wordt de koffie. Dus ik ga zo meteen beginnen met het interview, of tenminste ik begin niet, maar zij begint natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Je hebt een hele grote spierbal nu? Ik hoop het. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Kijk, maar het begint een beetje te komen volgens mij. Dus... laat maar een reactie achter, heeft Irma spierballen. Ja, ik dacht, ik ga even stiekem even wat filmen, maar dat gaat stiekem, dat lukt niet. Maxima, oh, kom maar meisje, kom maar. Maxima die ligt dus weer eens onder de bank omdat er visite is en ik dacht ik haal het misschien toch even eronder vandaan. Maar dat gaat helaas niet lukken, want ze zijn nog niet weg. Dus... Maxima blijft lekker liggen. Nou ja, iedereen ziet nu hoe ze daar onder die bank. Ze is niet heel dun. Ze is ook niet echt te dik of zo, maar ze is niet heel dun. En ze komt echt net daaronder. Dat openingetje kan ze net onderdoor. Dus eigenlijk, ik heb het 1 keer eerder gefilmd, dus te zien in een eerdere vlog. Misschien dat het straks lukt, als ze weg zijn, dat ik het nog even gaat lukken. Maar ik krijg haar niet onder die bank vandaan. Dus dat is pech. Zo, dat was een heerlijk ritje en ik ben nu op een heel bijzonder plekje en ik ga jullie meenemen naar het plekje waar ik heel vaak met de kinderen kwam. Het eerste stukje wat ik even wil laten zien, dat is nog niet op het strandje, maar dat is echt vlakbij het strandje. En dat is dit. Kijk, als je dit ziet, nou, dat is toch prachtig? Een heel mooi stukje natuur, vlakbij mijn huis. In het mooie Drenthe natuurlijk, maar... ik ben niet alleen, want ik word ook nog gefilmd. We zijn dus nog steeds bezig met de opname. Ook de motor komt erbij. En dat vind ik echt superleuk, want dat is natuurlijk mijn passie. Hè? Op het vloggen na. We zijn aangekomen bij het strandje. En er is natuurlijk helemaal niemand, want het seizoen is afgelopen. Maar eigenlijk zou je hier gewoon kunnen liggen. En ik loop nu op het strandje. Kijk, daar, dat is het water waar ze altijd, of altijd, maar vaak, waar we vaak gingen zwemmen. En dan heb je daar een plateautje en dan kun je heen zwemmen. Dan kun je van dat plateautje afspringen. En dit is het strandje. Mooi hè? En ik wandel hier nog heel vaak ook, in de winter trouwens, met Gert. Kun je helemaal een rondje. Daar aan de overkant, dan loop je dan op dat pad. Dan kun je helemaal, nou daar in de verte lopen ook mensen. Heel mooi rondje maken hier. Het is vandaag vrijdag de 13e, 16 september. Okay. Nou ja, dat zit heel goed. Het is dus vrijdag de 13e september. En 28 jaar geleden is Milan geboren. Dat was in 1991. Klinkt alsof het 100 jaar geleden is. Maar ik herinner me natuurlijk als de dag van gisteren dat mijn oudste zoon geboren is. Nee, maar het was, dat was een hele mooie bevalling. Ging allemaal hartstikke goed. En plop, Milan die was er. En ik ben nu bij Milan, want ik heb een cadeautje voor hem gekocht. En dat wil ik toch even laten zien. Wat heb ik trouwens op de achtergrond? Ja, wij kijken... nou, Brigitte kijkt dit. Nee. Brigitte kijkt dit. Nee. Wat is dit? Ja, de Divorce Court. Ik zie het nu. Wat heb ik al als achtergrond? Divorce Court. Is dat speciaal omdat ik er ben? Of, Jeetje. Nou, en bedankt hè. Ja, nee, wij kijken dit. Oh, kijk, hier, Brigitte verschuilt zich achter de bloemen. Ja. Wij kijken dit voor tips. Voor hoe tips? Het niet moet. Hoe het niet moet. Ja. Dat kun je ook aan mij vragen. Oké. Je bent er niet zo vaak. Wat zeg je? Je bent er niet zo vaak. Ik ben er niet zo... Nee. Ik ben er niet zo vaak. Nou, het eerste verwijt ligt alweer. Wanneer ga ik naar huis even kijken? Milan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel erg gefeliciteerd met jou. Bijna 30ste verjaardag. Hou je mond, man. 28, jezus. Zie er niet 28 uit. Laatst werd mijn identiteit nog gevraagd toen ik alcohol wilde halen. Oh, maar dat is 38 met je baardje en zo. Nee, ja, ja, ik zei ook al. Okay, maar luister, dit wil ik even kwijt in jouw vlog. Dat mag vast wel, want er zijn oudere mensen die kijken, toch? Er is, een hele mooie wet gekomen. Dat als je jonger, of dat je ouder bent dan 25, hoef je geen identiteitskaart te laten zien. Toch? Ja. Nou, waarom moet ik dan mijn identiteitskaart laten zien als ik 28 ben? En ik zeg tegen die man, ik ben ouder dan 25. Ja, maar ik wil hem toch zien. Ja, maar er is een wet. Dus dan hoeft het niet. Ja, maar hoe weet ik dan dat jij ouder bent dan 25? Waar is die wet dan voor? Milan. Ik snap het niet. Nee, jij snapt het niet. Maar zie je dat dan als iets positiefs? Nee, ik vind dat onzin dan. Ze denken dat jij jonger bent. Dat is toch compliment? Dan zeg je van, nou, ik zal het laten zien. Wat zie ik nog jong uit, hè? Hoe oud dacht u dan dat ik was? Dat zeg je dan. Nou ja, ik wil gewoon mijn leeftijd zijn. Ik ben toch een man? Hallo? Ik wil mijn leeftijd zijn. Nou, als ze tegen mij zeggen van laat je die identiteitskaart zien. Ja, maar dan heeft hij echt, dan kijkt hij schil of dan is hij blind. Dat kan niet. Sorry. Dank je. Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Ik ben natuurlijk, je ziet wel dat ik niet 25 ben. Nee. Je ziet er wel zo uit van binnen. Wat? Van binnen, ja. Nou, van binnen ook niet, maar ik voel me zo. Ja, je voelt me. Ik voel me 24, ja, daar hadden we het zo net over. Ja. 24, want toen had ik nog geen kinderen en toen was alles nog heel makkelijk. Ja. Nou, top. Nou, fijn. Bedankt. Maar goed, ik heb iets meegenomen. Ja, en dat is dit. En ik kwam het gisteren tegen. Want wat moet je nou voor jou kopen? Dat weet je natuurlijk niet. Want je hebt alles al. Dat is heel lief, maar ik heb niet alles. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook een grapje. Maar het is moeilijk om wat voor jou te kopen. Omdat, ja, eigenlijk wat jij zelf nodig hebt, dat koop je wel. Of spaar je voor. Of ben je mee bezig? Ja, er zijn een paar dingen die ik wil, man. Ja. Schrijf even op. Een Tesla. Een Tesla. Zou ik heel graag willen. God, laat je Jen wel. Die wil het ook. Schrijf maar even op. Ja. En ik wil graag een vakantiehuisje in Italië. Oké. Okay. Die twee dingen. Dus als jij genoeg met je vlog verdient, kun je dat dan voor mij doen? Als ik genoeg met mijn vlog ga verdienen, dan die twee dingen staan wordt dat geregeld. Het zijn geen normale verjaardagscadeaus, toch? Jazeker. Jazeker. En ik ben 53, dus ik heb ook nog tijd genoeg. Ja, ik ben aan het begin van mijn carrière. Ja, je voelt je 24, toch? Ja, daarom. Dus ik word 150, denk ik. Maar goed, ja. Dit is dus geen Tesla. Nee, nee. Het is ook geen huisje in Italië. Misschien een foto van de Tesla. Het is een foto van de Tesla. Nee, ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel, man. Nou, ik heb het gevonden. Mag ik opmaken? Ik heb het gevonden, dat klinkt ook raar. Ja, bij de kringloop. Ja, bij de kringloop. Nee, ik heb het gevonden en ik vond het heel erg leuk om jou te geven. Oh, het is een lijstje. Het is een lijstje. Ik dacht dat het een boek was. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Ja, wat leuk. Dat is het allereerste krantenartikel. In de Drentse Courant. Ja, dat heette toen volgens mij nog de Drentse Courant. Of zoiets. De Assen Courant. Assen Courant. Was dat Assen Courant? Nou, ik weet het niet meer. Nou, als iemand het weet, laat het weten in de reacties. Ik weet niet meer precies welke krant. Maar als je het leest, die staat ook dat jij 18 jaar was hier. Jezus. Kijk eens. Dus dat is... dit was in juli, nou in september werd je dan 19. Mooi, hè? Jo, deze heb ik inderdaad helemaal niet meer. Nou, dat is, misschien is het eigenlijk achteraf het lijstje wat minder goed, want dan valt het gele wel heel erg op. Ja, maar dat maakt het ook wel weer mooi omdat het oud is. Achteraf had ik een ander lijstje gekozen. Nee, dit is prima. Ja, is wel mooi? Ja, dit is leuk. Dit vind ik leuk. Nou. Dankjewel. Alsjeblieft. Dat is leuk. Dankjewel. Ja, ik had wel liever een Tesla gehad, maar het is wel leuk op zich, hoor. Oké, tijd om naar huis te gaan. Dankjewel, mannen. Alsjeblieft, jongen. Vanavond ga ik wat lekkers koken en dat is pilaf. Pilaf met kip. En mijn moeder die maakte dat vroeger vaak. En dan hoort er in ieder geval bij perziken uit blik. Maar, wat is nou zo leuk? Er zijn nog steeds vandaag verse perziken. Dus dat vind ik natuurlijk leuker, dus daar hoort in ieder geval verse persikken bij. En daar hoort bij ui en knoflook en courgette. Dat heb ik er trouwens extra in gedaan, dat deed mijn moeder vroeger nooit. Maar ik heb het uit het kookboek, heb ik gezien, courgette is een leuke tip. Nou, ik ben gek op extra groenten, dus dat heb ik ook gedaan. En ik heb blauwe paprika. Ja, ik heb blauwe paprika. Ik heb dus rode en gele paprika, ook al in stukjes. En verder heb ik alvast wat bouillon, wat kippenbouillon heb ik klaargemaakt. En de rijst die is ook al klaar, maar die moet nog even een paar minuten met de deksel op de pan. Dus ik ga even kijken of ik alles heb. En volgens mij heb ik alles nu. En ga ik weer verder. Scheutje olijfolie in de pan. Klein beetje. En wat gaan we dan doen? Eerst de ui met knoflook en dan de stukjes kipfilet. Oh, de kipfilet ben ik helemaal vergeten. De kipfilet, dus die ga ik zo ook even pakken. Nou, de olie is lekker in de pan dus. In de pan, in de pan. En dan gaat eerst de knoflook met de ui. En ik vind niets lekkerder ruiken dan ui met knoflook. Als dat in een gerecht zit, nou, dan ben ik heel blij. En er stond in het gerecht 1 tintje knoflook, maar ja, ik ben geen knoflook, dus ik heb 3 teentjes namelijk. Maar ik vind dat gewoon lekker. Dus dan moet ik even praten en dan gaan we weer naar de volgende stap. Na een paar minuutjes de knoflook en de ui in de pan, kan de kip erbij in stukjes. Hopsie kijken. Ik zeg altijd hopsie kijken of zo, huppatee. Het ruikt zo lekker. Maar het is nog niet klaar natuurlijk, want eerst moet de kip nu een beetje bruin worden natuurlijk, een beetje gaar. Dus dat duurt even een paar minuutjes. En nu kan de paprika erbij. En de courgette. Dus die gooi je er ook maar in. Ik tel lekker een beetje klaar. Snoep van de paprika. Zo lekker. En natuurlijk ook super gezond. Nou, dat gaat er allemaal in. Hier word ik echt heel vrolijk van. Allemaal kleurtjes, allemaal groenten. Echt zo lekker. Maar dit moet nog even 5 minuutjes even rondom bakken. Dus dat is weer de volgende stap. Nou, 5 minuutjes later dus, nu, tomatenpuree erbij. En ook volgens mij de perziken. Ja, de perziken. Verse perziken. Als je het in de winter maakt, doe je gewoon naar blik. Ben ik zelf niet zo heel erg dol op, perziken naar blik. Maar in de pilang vind ik het altijd wel lekker. Maar ja, het allerliefst natuurlijk vers. Dat is het allerlekkerste. Toen ging de bel. Zullen we worden? Dus ik ga even kijken. Lekker door elkaar husselen. Een minuutje. Ik dacht van, ik wil even laten zien. De bel die ging dus even. Maar er staat niemand. En dan gaat Maxima natuurlijk direct onder de bank. Kom Max. Maxi. Nou, die blijft voorlopig even onder de bank. Die zit altijd van de bel. De bel is ook bij ons meestal eigenlijk altijd uit. Omdat Maxima daar enorm van schrikt. Altijd onder de bank gaat. En als ik weet dat er een pakketje komt, zet ik hem aan. Als ik weet dat er visite komt, zet ik hem aan. En als ik dat vergeet, dan ja, visite die ken je. Dus dan sturen ze een appje. Nou, dit is, ziet er lekker uit. En dan moet ik volgens mij de bouillon. Maar, een beetje een rare plek misschien, maar hij viel ertussen. Normaal staat hij ergens anders. En volgens mij 1 eetlepel ketchup manis. Doe maar een beetje meer hoor. Wie is hier nou de kop? Oh ja, sorry. Maar ik luister naar je. Wel lief hè? Dus 2 eetlepels ketchup manis. Ja, dat heeft die extra knoflook weer op die jij erin gedaan had. Oh ja, precies. En een theelepeltje sambal. Mag ook wel eentje meer. Nee, dat doe ik niet. Dat doe je er zelf maar bij. Ik hou wel van pittig, maar niet te pittig. Jij wel, dat weet ik Gert. Dus wat doen we dan? Ik doe dan gewoon 1 theelepeltje. Ja. En als Gert al meer wil, dan pakt hij er lekker zelf nog maar bij. En als je helemaal niet van pittig houdt, of tenminste iets van pittig, dan laat je het gewoon weg. Als bijvoorbeeld Milan en Enzo hier zijn, dan laat ik dat weg. Want ik weet dat die helemaal niet van pittig houden. Maar ik weet dat Jen heel erg van pittig houdt. Die kan echt alles hebben. Dus dan kan ik het er gerust in doen. Wat dat betreft is Jen wel echt een diehard, hè. Maar goed, daar zit volgens mij alles erin. En dan moet het even 10 minuutjes pruttelen. Nou, dat is niet zo moeilijk. We laten het even 10 minuutjes pruttelen. 10 minuten wachten. Dit is het resultaat. Ik vind het er heel lekker uitzien. En ik heb natuurlijk net al even, heel snel even zo'n proefje gedaan. En ik vind het heerlijk. Pilaf met rijst, kip, courgette, allemaal lekkere groenten erdoor. Ja, aanraden. Maar ik ga nou eten. Samen met Gert, hè? Jij wil ook Gert, toch? Ja, ik heb er zin aan. Ja, daarom. Extra sambal staat klaar voor je. Ja, dat doe ik. Dankjewel. Het is vandaag zondag en we gaan even een stukje op de motor. Het kan nu nog, het is niet zonnig weer, maar wel droog en de temperatuur is nog goed. Dus we gaan lekker even een stukje op de motor en daar heb ik wel heel veel zin in. Ik heb deze week natuurlijk al even motor gereden met het interview wat eerder in de vlog te zien is. Maar nu gaan we met z'n tweeën, Gert en ik gaan even samen op de motor. Even een stukje lekker relaxen op de zondag. Gert is al druk bezig met het schoonmaken van het vizier van de motor. En we gaan ervoor, toch Gert? Ja. Zin in? Een stukje toeren. Stukje toeren. We hebben heerlijk een rondje op de motor gereden. Hier staat de motor van mij. Daarvoor staat de motor van Gert. De mooie Ducati's. Het was fantastisch weer om even te rijden. Er was geen zon. Maar wat zie ik nu? Wat zie ik nu? Nu zie ik ineens Gert zomaar uit de bosjes komen. En ik wilde net vertellen, we staan bij het mooie Hunebed in Loon. Het is hier heel erg rustig. Ik weet niet wat Gert deed uit de bosjes. Gert, wat deed jij uit de bosjes? Ik zag een heel bijzonder plantje bekijken. Ja, nou ja, hij heeft een heel bijzonder plantje bekeken. Dat denk ik ook. Maar kijk eens wat een mooi Hunebed daar. En wat een mooie omgeving. Heel wijd. Vlak bij ons, om de hoek, echt klein dorpje Loon, heel mooi dorpje. Waar je heel goed met de motor door kan en dan kom je nog in Ando en dan kun je door naar Zuidlaren. En nou ja, er zijn zoveel mogelijkheden in Drenthe om mooi motor te rijden. Dus dat hebben we ook werkelijk gedaan, we hebben genoten. Maar het is wel tijd om de vlog af te sluiten. Ik wil iedereen weer heel erg hartelijk bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog en natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Zou ik super leuk vinden. Heel erg bedankt daarvoor. En tot de volgende vlog. Ik dacht dat ik het afgeleerd had. Tot de volgende vlag zeg ik weer. Oh jee. Nou ja, dan begin ik nog, of dan zeg ik nog een keer het laatste. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Het is gelukt. Dag.